Goeiedag Nimwegen, bij aflevering 12 van Hanusje. Afgelopen zondag 1-1 tegen Arnhem. Oh, wat zat ik in de rat zeg. Die voordag onze pakken, die maakte 0-1. Maar gelukkig, heel gelukkig, viel die 1-1 nog. Die keeper wou die bal pakken. En die hoorde in één keer weer dat vuurwerk. Die knalde in zijn oren en dan ging die bal erin dus. Die knalde sinds 's nachts niet voor niks geweest. Die Arnhemmers dachten die Romeinse strijders te pakken, maar mooi niet hè. Ik vond trouwens, dat moet ik nog zeggen, supermooi die tackle. Doek die ze hadden met de trots van Gelderland, Malewa erop en Bram Nuiting. Geweldig mooi gemaakt jongens. Alle complimenten ook aan het publiek. Jongens, wat gingen we erop? Geweldig. Dumic speelde weer een geweldige wedstrijd. Jongens, laten we die gozer alsjeblieft 3 jaar vastleggen. Of voor mij maar nog langer, want die is direct weer pleiten van appel en ei. Klasse gespeeld weer. Ja, zondag moeten we tegen Utrecht. Bij Utrecht zitten nog een paar oud spelers van ons. Parasiet en Joosten. En die kooiboy. Vorig jaar ben ik met de trein in Utrecht geweest. Kom ik bij de loket, vraag een kaartje voor de trein. Zegt de griet, voor welke trein? Ik zei, laat hem maar eens een paar zien. Kom ik op het perron, staat er een oud vrouwtje. Vraag ik welke trein moet ik hebben in Utrecht? Zegt ze, ja die gele. We hangen ze zondag aan de galg. 3 punten waard. Dus kijk uit, galgen waard. Scheidsrechter Edwin van de Graaf. Ik hoop dat hij goed fluit. En voor de rest, we zien het wel. Wel 1-3. Dat hebben we ook eens gedaan een keer met de carnaval. Stond het binnen een kwartier tot mijn 0-3 voor. Ik bleef me altijd bij. Dus misschien gebeurt er weer zoiets. Het zou mooi zijn. Ik heb gisteren die trainer nog gebeld van de tegenpartij, Ten Hag. Ik zei tegen hem, we komen zondag voor 3 punten, jongen. Kom ik dan bij u terecht? Hoi, tot volgende keer.